De plannen voor het gebied tussen het Wiegensmeer en het kasteel zijn dinsdagavond aangepast door de Wiegense gemeenteraad. Langs de oevers van het meer komen twee pleintjes, met kunst of bankjes erop als publiekstrekker. Dat betekent een wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Daarin stond namelijk dat aan de oevers van het meer 1 of 2 gebouwen zouden komen met een horecafunctie. De wijziging werd ingediend en gesteund door alle partijen in de gemeenteraad, behalve het CDA. Deze partij wil dat er niets bij komt aan de oever van het meer, dus ook geen kunstwerken, bankjes of pleintjes.